Wij zijn SMES e-Axle. En dat is een samenwerkingsverband wat zich richt op het duurzaam maken van vrachtwagen aandrijftechnologie. Er gebeurt heel veel. Je leest elke dag in de krant over stikstof, CO2 en hoe gaan we alles nu eigenlijk elektrisch maken. Waar wij ons juist op richten is het grote zware werk, lange afstandsvervoer en zware transportwagens, 40 ton, 50 ton, om te zorgen dat die duurzaam en rendabel op de markt kunnen staan. Onze techniek is ontstaan vanuit de behoefte bij ondernemers om hun wagenpark te verduurzamen. Wat ons het meest verwonderd heeft, er wordt de energie in een haakse verbinding van 90 graden naar de wielen gestuurd. Wij hebben gedacht, joh, dat moet anders, dat moet beter. En eigenlijk vanuit gedachtegoed van het moet efficiënter, zijn we in staat geweest om een heel mooi concept nu op te bouwen. Onderscheidend vermogen zit eigenlijk op meerdere vlakken. Eén belangrijk ding is dat wij alles wat we nodig hebben voor de aandrijflijn geïntegreerd hebben in één achteras. Doordat wij die versnellingen gebruiken, een gepatenteerd systeem, zijn we in staat om met kleine kracht een grote beweging te kunnen maken. Dus dat we zware trucks kunnen gaan voortbewegen. Dit is een revolutionair concept. Voor ons is het eigenlijk al bewezen technologie. We hebben het al getest. Met de TU Eindhoven samen is de NOA ontwikkeld waar onze technologie eigenlijk al toegepast is. Dat was voor ons de lakmoesproef. Na die succesvolle test hebben we besloten om het groot te gaan maken. Dus in een vrachtwagen zoals deze wordt het systeem begin 2020 ingebouwd. Dus wij verwachten heel veel van bouwsector, maar ook lange afstandstransport. Het is enorm compact, efficiënt, maar juist ook heel erg krachtig. Dus twee van deze motoren, totaal 40 kilo, leveren dezelfde prestaties als dit motorblok van 1000 kilo. De toekomst die voor ons ligt is uitermate spannend. Allereerst natuurlijk de bewijsvoering. We willen het concept op de markt hebben. Dus begin 2020 moet dat staan. Wat ik persoonlijk heel erg mooi vind aan dit concept is als je kijkt naar de ontwikkeling dat je technologie op een nieuwe manier gaat bekijken. Twee elektromotoren, twee versnellingen en twee eindvertragers. Dat we gebruik maken van eigenlijk bestaande concepten en die op een innovatieve manier toepassen, waardoor je een oplossing creëert voor een eigenlijk heel groot probleem.